Aan onze volgers hebben wij vragen voor jou gesteld. Daar zijn 6 hele mooie vragen uitgekomen. Bas, we staan bij jou in de binnenbak. Ik heb gehoord op een bijzondere plek. Kun je mij daar meer over vertellen? Ja, dat klopt. We staan in de binnenbaan tussen de pilaren. Pilaren zijn van huis uit instrumenten, zeg maar, om te trainen. Zoals we nog in de klassieke rijscholen zien, in Wenen bijvoorbeeld, in Geres. En men denkt wel eens dat zielig worden paarden tussen gebonden en geslagen totdat ze in piaf zijn. Maar niks is minder waar als je ze goed gebruikt. Want eigenlijk moet een paard al perfect op de plek kunnen piaferen om hier tussen te kunnen. Oh, ja. En het vraagt natuurlijk heel veel vertrouwen. Ja. Nou, waar dienen ze dan voor? Eigenlijk om balans en kracht te trainen. Ja? Want het paard moet op de plek, ze kunnen niet naar voren. Nee. En je kan als ruiter van de grond alles zien en aansturen. Dus je kan ook de symmetrie heel goed trainen. Je staat dan natuurlijk niet meer ernaast, maar je kan... Precies, je kan er omheen. Ja. Oh, ja. En dus daar is het van huis uit eigenlijk voor. Ik gebruik dit eigenlijk niet om paarden tussen te zetten. Hooguit enkel die het heel goed kunnen. Maar ik gebruik het wel om de voorlangs te piaferen. Of ertussen, of eromheen. Zodat het paard dat een soort steun geeft. De eerste vraag is, wat vind je van bokken? Ik vind een steigerend paard minder erg dan bokken. Of bedoel je niet? Nee, bokken. Ja. De Fries die ik afgelopen week voor het eerst gezien heb, vorige week was, vind ik dus echt een geweldig paard. Ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind Friesen sowieso wel mooi, maar als dressuurpaard vaak toch niet zo functioneel qua uithangsvermogen en snelheid. Hoewel het natuurlijk hele goede zijn. Ja. Maar deze zag ik denk, wow, dit is echt een hele goede, hele fijne, super karakter, hij is snel. Ja. En hij heeft ook uithangsvermogen en een heel mooi postuur, super draf, super galop. Ja. Dus ja, potentieel Grand Prix paard. Echt? Denk ik wel, Dan gaan we nu naar vraag 2. Heb je tips voor een paard met wedstrijdspanning? Ja, dan vraag ik me altijd al eerst af van, heeft het paard wedstrijdspanning of de ruiter? Ja. Of allebei? Ja. Want het antwoord hangt natuurlijk daarvan af. Ja. En hoe je het ook wendt of keert, is het best wel heel complex wedstrijdspanning. Want als dat bij de ruiter speelt, die gaat anders rijden. Dus dat brengt hij daarmee automatisch over op het paard. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat het puur alleen van het paard is. Hoewel dat eigenlijk nooit is, eerlijk gezegd. En dan is ook maar weer de vraag van, heeft dat paard iets meegemaakt op wedstrijd? Ja. Door de extra spanning die het paard heeft, spant fysiek meer aan. Komt hij daar een fysiek probleem extra tegen? Zie je ook heel vaak. En wat bedoel je dan precies met een fysiek probleem? Nou, bijvoorbeeld, ik noem maar even wat. Als jij al een hele stijve rug hebt... Ja? En bijvoorbeeld moeite hebt om de buikspier zoals aan te trekken wat je in verzameling wil doen. Ja. Nou, op het moment dat jij stress hebt, de psoas reageert er direct op, dus de boel komt strak te staan, dan zie je dat die paarden in wedstrijd minder presteren dan thuis. Ik heb natuurlijk in mijn boek geleerd, psoas is de rugspier, hè? Dus een spier in de onderlijn die verbonden zit van de lage rug, bekken en zelfs bovenbeen. Ja. Nou, kun je je voorstellen als die al helemaal onder spanning staat. En je spreekt dat aan, dat het paard dat dan eigenlijk moeilijk kan. En daar dan dus eigenlijk stress van krijgt of gaat protesteren. Ja, omdat het zeer doet. Dat kan juist onder wedstrijdomstandigheden meer een belasting zijn dan thuis. Dus het is altijd de vraag, die wedstrijdspanning, is dat een verhoogde spanning die de fysieke problemen zichtbaarder maakt? Of is het puur mentaal? Ja. Nou, dat kan ook als een paard nare ervaring heeft. Of uit zijn karakter natuurlijk heel schrikkerig is van dingen. Ja. En dan hangt het dus helemaal vanaf wat het is, hoe je het aan gaat pakken. Heeft hij een fysiek probleem, moet je dat op gaan lossen. Of niet, of uitsluiten sowieso. Ja. Heeft hij een trauma, dan zou je hem heel veel vertrouwen moeten gaan geven. Door eigenlijk het paard zelf niks van te willen. En gewoon goede ervaring te geven op uitjes. Ja. Dus ook heel veel uitjes doen wat geen wedstrijden zijn. Nee. Met de trailer naar het bos, met de trailer ergens anders rijden bijvoorbeeld. Dat hij een goede ervaring krijgt met... Precies. Door de trailer weg te gaan. Precies, want dan is wedstrijd, sommige paarden die vlecht je in en die staan gewoon al te trillen. Ja, dus ze hebben die. Pony hadden wij vroeger ook. Nou ja, precies. Ja. Die hebben de associatie, die kan heel sterk zijn. Dus dan moet je om gaan bouwen. Dus dan moet je gaan zorgen, oké, we gaan je invlechten en dan vervolgens gewoon lekker in het bos rijden. Ja, slim. Nou, dat doe je 100 keer en dan de volgende keer denk je, nou, gewoon in het bos rijden. Ja. En als natuurlijk een paard al gewoon vanuit zichzelf heel schrikkerig is en snel spanning heeft, dan is het eigenlijk ook heel belangrijk om juist dus heel veel dingen te gaan doen. Behalve die wedstrijd, want je kan van het paard dan niet vragen dat hij de concentratie heeft om al het proefje te rijden. Ja. Nou, dan ga je dat wel doen, dat lukt niet, raak jij gefrustreerd, heeft hij een trauma bij. Dus ik ga vooral eerst gewoon bij kennissen in de baan rijden, pak de trailer ook weer naar het bos. Ja. Zodat je de tijd hebt om dat het paard van alles ziet, van alles meemaakt, vertrouwen krijgt in jou. Ja. Niet op zijn kop krijgt als het niet goed gaat, zodat hij het als positief gaat ervaren. Vraag 3 is, hoe doe je je paard recht richten?
Ja, dat is altijd een heel mooi thema, want wat is eigenlijk rechtrichten? Rechtrichten wordt soms omschreven als het paard spoort. Dat wil zeggen dat de voorhand precies in lijn is met de achterhand. Ja. Maar dat is eigenlijk maar één kenmerk van rechtrichten. Ja. Want hij kan als hij spoort nog best een kronkel in zijn lijf hebben of zijn bekken scheef hebben staan. Ja. En dan kan je niet zeggen dat hij rechtgericht is. Nee. Dus je wil dat het paard spoort en je wilt eigenlijk zijn wervelkolom, die noemen we dan de centerline, ja, dat die dus altijd parallel is met de lijn waarover die gaat. Dus dat de rechte lijn is die recht, is het op een volte, dan is het een gebogen lijn. En dat die links en rechts van die lijn, zijn centerline, evenveel ja, aanspanning heeft. Oh, ja. En dan is eigenlijk rechtgericht zijn ook nog dat die beide kanten even makkelijk opbuigt. Dus het is eigenlijk niet zo heel simpel. Nee. En rechtricht is wel iets waar je altijd mee bezig bent, zodra je op een paard stapt. Want dat is niet iets wat je zegt van rechtricht is een ding, ik ga nou eens even rechtrichten. Nee. Nee, als jij rechtsom rijdt en hij buigt dan moeilijker en je bent daar buiging aan het creëren, dan ben je ook wel aan het rechtrichten, ja, bijvoorbeeld. Dus dat is iets met elk paard van elk niveau waar je elke dag mee bezig bent. Precies, en dat houdt ook nooit op. Nee. Er is een stroming rechtrichten, ja. Ja. Maar eigenlijk elke goede ruiter is 100% van de tijd bezig met rechtrichten. Ja. Op alle manieren. Ja, super. Dankjewel. Ja? Vraag 4. Wie is jouw lievelingspaard? Ja, dat is echt een super moeilijke vraag. Want die stel ik mezelf ook wel eens. Als ik nou zou moeten kiezen. Ja. Nou, ik kan dus niet kiezen. Nee. Want alle paarden hebben iets unieks. En juist dat specifieke unieke van dat specifieke paard, dat trekt mij en daar zit die verbinding. Ja. Maar dat is dan misschien weer een ander aspect dan wat dat paard heeft. Ja. Dus ik kan eigenlijk niet zeggen, dit is mijn lievelingspaard. Zoals Lebrero, ja, die hebben mensen misschien wel eens voorbij zien komen. Daar rijd ik heel veel op in het bos. Ja. Dat is echt mijn lievelingspaard voor in het bos en spelen. En dat is gewoon bijna als een hond voor mij, zeg ja, maar. Maar dat is niet een paard waar ik Grand Prix mee rijd. Nee. Dus als ik een Grand Prix wil rijden, dan moet ik een ander paard pakken. Snap? Oh, ja. Dus ja, ik vind het heel lastig. Ja. Ze zijn allemaal mijn lievelingspaarden. Vraag 5. Hoe rijd ik een paard nou goed nageeflijk? Ja, dat is ook echt een vraag. Dat is niet in een tip te vangen, zeg maar, of van oh, dan doe je dit, want dan als dat zo was, reed de hele wereld nagevelijk ja, rond. Terwijl dat toch eigenlijk een van de moeilijkste dingen is. Ja. Wat wel belangrijk is om al het onderscheid te maken tussen nagevelijkheid en aanleuning. Ja. Dat wordt vaak ook nog niet helemaal helder uitgelegd. Ja, en dan is het heel moeilijk, want je creëert het al op een andere manier. Ja. Wat is nagevelijkheid? Dat is eigenlijk puur de reactie van het paard in de mond op handhulpen of op contact. Ja. Aanleuning is het contact dat het paard neemt zodat hij voorwaarts gaat op je hand. Ja, dat hij je hand meeneemt. Ja, precies. Dus het contact van het paard op het bit is de aanleuning, zeg maar. Daarvoor moet je als ruiter dus ook contact nemen. Ja. Dus als jij geen contact hebt, kan het paard geen aanleuning nemen. Nou, en hoe dan eigenlijk het paard op jouw contact reageert, wat er gebeurt in die mond, zou je kunnen zeggen, dat is dan een nagevelijkheid. Ja. En dat betekent dat als je lichte druk geeft op het bit, dat die het koud en wegsmakt en hoofd-halsverbinding en kaken en tong ontspannen heeft. Ja. En dat als jij naar rechts vraagt, dat het paard dat volledig ontspannen volgt zonder weerstand. En naar links en naar beneden enzovoort. Ja. Als je hem remt enzovoort enzovoort. Nou, wat zie je vaak? Dat een paard wel bijvoorbeeld naar rechts gaat, maar terwijl hij naar rechts gaat, tegendruk geeft op de rechte teugel. Ja. Of kantelt, of aan de links trekt, of naar beneden trekt. En heb je dus niet gewenste reacties erbij. Ja. Nou, en dan is de kunst dat je als ruiter steeds heel goed gaat voelen van, wat wil ik nou? Nou, eigenlijk nu gewoon dat hij naar rechts buigt. En dan moet je dus de ongewenste reacties weg zien te gummen. Ja. Dus op het moment dat hij aan terugtrekt, dan vraag je een beetje meer, totdat hij helemaal overtuigd volgt en dan beloon je hem. Dat het paard heel zuiver heeft van, oh, op die handhulp gebeurt dit. Dus dat hij ontspannen is altijd in tong, kaken en de verbinding C0, C1, hoofd naar de hals. Ja. En dat is dan dus de nagevelijkheid. Ja. Vraag 6. Mag ik als ik oren 2 heb, daarmee zelfstandig lesgeven? Ja, dat is ook een hele goede vraag, want daar is ook best wel veel misverstanden over. Ja. Oren 2 is eigenlijk het eerste diploma wat je kan halen als instructeur. Ja. En dan ben je officieel aspirant-instructeur. Ja. En dat betekent dat je eigenlijk onder supervisie van een oren 3 of hoger les mag geven, maar niet zelfstandig. Nee. Nou kan je je verzekeren met een oren 2 diploma, met gewoon een verzekeringsmaatschappij. Maar op het moment dat er iets gebeurt in jouw les, ernstigs gebeurt, dan komt dat uiteindelijk toch voor een rechter. En die gaat dan kijken naar diploma's. Ja. En als jij dan met je oren 2 daar zit,
Dan zegt hij, ja, wie is jouw supervisor? Nou, die was er niet. Ja, meneer of mevrouw, dan bent u eigenlijk niet bevoegd om zelfs dan een les te geven. En dan ben je de klos. Je bent dan eigenlijk een soort, die heb je op school ook, een assistentjuf. Precies. Ik zou graag willen afsluiten, Bas, met de vraag aan jou. Wat zijn jouw doelen en wat wil je nog bereiken? Ja, dat is ook wel een mooie vraag. Dat verschilt bij mij nog wel eens per dag. In ieder geval heb ik als doel om nog heel oud te worden. En ik hoop daarin ook nog een beetje gelukkig en gezond. Ja. Maar op paardenvlak heb ik eigenlijk wel toch nog altijd als doel om meer bewustzijn te creëren in de paardenwereld. En dat doen we in middel van de opleiding. En ook als ik zelf wedstrijd rijd, probeer ik te laten zien van kijk jongens, ik ben met mijn maatje, mijn paard op wedstrijd en we zijn leuk bezig. En ook als het niet lukt, ga ik niet de paard afrossen. Want weet je, dat is eigenlijk vooral het doel om toch weer meer die liefde en bewustzijn voor dat paard in de wereld te krijgen. En ook gewoon meer herkenning van wanneer heeft een paard fysiek ongemak. Hij is kreupel, heeft pijn in zijn rug, dan is hij niet trainbaar. Nee. Dat is en blijft altijd mijn doel. Ja. Een persoonlijke doel is met mijn paarden heel veel lol hebben. En of dat nou in bos rijden of met nieuwe paarden weer Grand Prix rijden is, dat zullen we zien. Heel erg bedankt. Ja, jij ook bedankt. Goede uitleg. Ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei!